Het Rotterdamse presentatieduo Fidan Ekies en Renze Klamer is per direct geschrapt van de talkshow De Vooravond. Rotterdammers reageren verontwaardigd. Ik ben niet mee eens, omdat die kijken graag naar die programma. Komen ook artiesten, komen ook sport, komen altijd in die programma. Ik vind het wel leuk. Ik vind het zonder dat het gestopt. Ik weet ook niet zo goed van waarom ze geschrapt zijn. Ik vond ze altijd wel leuk als ik ze zag. Ik kijk die heel vaak, maar ja, het is een soort van politiek, denk ik, hè? Van belangen. En er zijn misschien mensen bij die belangen hebben dat andere mensen komen en daar niet eerlijk over zijn. Ik heb niet gemerkt dat ik vond dat beide tekort schoten in dit. Als ze weg, dan ga ik aan het programma kijken natuurlijk, hè.